De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, ABOP, wil het huisvestingsprobleem in Suriname helpen verlichten. Dat werd zaterdagavond duidelijk bij de krachtmeting van de partij te Bronsplein. ABOP-ondervoorzitter Joël Martinus haalde aan dat veel mensen zich heden ten dagen geen perceel kunnen permitteren, omdat het veel te duur is. Als oplossing voor dit probleem start Martinus met een verkavelingsproject waar burgers al voor 15.000 SRD een perceel kunnen kopen. Dit verkavelingsproject ligt op de grens van Saramaka en Wanica. En je hebt 19 passie in een project, 819 kavels de. En dan is de passie, en neem voor een passie naar Ronnie Brunswijk weg. ABOP de na oppositie, maar ik doe alle uiterste belski uno, fuka fenwang, perceel, fuka nakwam chimbaka planga. A eni stani wang, teigi mi taki Bordeaux, te yuk bananga den kavel disi, da mi abu an trapresigi yu. Na wanika, skuis abrasei pede, bou asikon huis, 20 jaar langa. En mi abu an perceel ook tu, fu sergi yu ook tu, na koma weina. Dat want taki bofufu ya kaduno abi a 15.000 SRD. Voorzitter, op pas, dat mi de zeker. ABOP-topper Edward Belfort vroeg de aanwezigen zich niet te laten misleiden. Hij beloofde dat ABOP het volk zal helpen uit deze moeilijke situatie. Alla de massa abwa jari van Odu, kona ABOP. If you sap tak you bou, tap was ma grong. No wacht dit de ma ook een dozer you also gwe. Sluit aan na ABOP. Baka 5 moon, na 25 day, you're gonna stembus. Nou, belangrijk besluit je goteki. We je bouw je osso. We potty a bruinzeelfabriek baka. We stop a uitvoer voor rondhout. Alla udu de maïsien gwe. U aba udu van udu voor bouw je bruinzeel osso giyu. We pot a fabriek ja baka. A fabriek bede. A woning bouwfabriek pakket we bouw giyu. Boonkop u je bij u jari 15.000 SRD. You pocket you abeng, bene want to moon, you also napo. Dat was Edward Belfort. Hij sprak afgelopen zaterdag samen met andere partijtoppers tijdens de krachtmeting van de ABOP op het Bronsplein.